Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Oh god, het is maandag. Mijn doel was op maandag wel om even wat vroeger wakker te worden, maar dat is er dus niet van gekomen. Het is maandag. Ik heb me even omgekleed. Ik ga zo even richting Nessie. Mijn pakketje is trouwens vandaag al bezorgd. Kijk, gisteren nacht een Supreme besteld, zoals ik had gezegd gisteren. Ik heb dus een normale Supreme gekocht en die heb ik vandaag al gekregen. Echt super snel. Maar ik heb ook de sticks besteld. En die duren meestal wat langer tot ik ze heb. Maar deze vind ik heel erg chill voor thuis. En die sticks zijn ook wat duurder dan deze. Dus deze heb ik liever voor thuis en dan die sticks voor buiten gewoon. Oh wow, dit weer is echt heel heftig. Ik ben vergeten om mijn outfit te showen, dus ik ga het even zo doen. Topje van de Zara. Het is eigenlijk een bodysuit. Ik heb hem geknipt, want hij komt bij mij niet dicht van onderen. En een broek van Naked. En schoenen van de Zara. Die echt super fijn zitten. Die voelt je echt zoveel beter. Als je er gewoon goed uitziet. Als je gewoon even moeite doet voor je outfit, je make-upje, je haar en zo. Je voelt je echt 10 keer beter gelijk. Want gisteren voelde ik me echt een beetje soort... Ja, niet down. Ik was niet down gisteren. Maar wel echt antisociaal. En vandaag wil ik gewoon lekker naar buiten. Shut up! Het is weer zover, guys. Ik heb weer lekker een frikandel snack gehaald. Ik heb nog niet ontbeten. Het is 4 uur. Best snack ever. Ik ga jullie even 2 liedjes laten luisteren. Die op het moment echt gewoon mijn favoriet zijn. Ik ben aan het wachten op Nessim trouwens. Deze van 6ix9ine. Andere categorie. Maar die nieuwe van Justin Bieber. Dit is gewoon echt zo'n relaxed liedje voor in de auto. Ken je het nieuwe liedje van Justin? Nee. Dat is echt heel leuk. Leuk? Ja. Wat kom je doen dan? Ach, een foto van mij maken, hè? Ik heb wel één besteld, hè? Dus we moeten. Wat had je één besteld dan? Ik heb ook besteld. Oh, en ik dan? Dat weet ik niet. Wat had je één dan? Wat naaibal. Ja, ik wist niet dat je zou komen gelijk. Ik zei toch tegen jou dat ik lang zou komen? Ja, maar je zegt dat zo vaak. Maar ik ben toch echt gekomen, hè? Nee, ik ga even mijn sleutel pakken. En dan gaan we even shooten. En Wok is toch niet keto? Keto, keto. Misschien wou ik wel een pokeball. Ja. Pokeball. Nee, maakt niet uit. Krap me wel. Zelfstandige vrouw. Oh, god. Oh. Ik ben net keihard geflikkerd op de grond. Je ziet er altijd zo zielig uit als je valt. Ah, ik heb nog nooit zo verschut gestaan. Oh, je hebt zelfs mij bijna pijn gedaan. Oh mijn god. Ik probeerde jou te redden, zag je dat? Zie je mijn ik hand? Pakte je arm. Oh, oh, mijn arm doet pijn. Waar heb je pijn? Ik heb overal een beetje pijn. Laat zien. Even uit de zon hoor, ik heb het heel warm gekregen. Neem je alsjeblieft, wil je alsjeblieft voorzichtig zijn? Oh, oh, ik vind het niet leuk als je, je broek is ervan open gegaan. Nee. Guys, ik ben keihard geflikkerd. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Met mijn hand. Oh, heb ik heel zielig. Ik was hier letterlijk 1 minuut niet eens. Oh mijn god. Ja, alsjeblieft niet vallen. Ik schrok zelf heel erg. Ik schrok echt heel erg. Alsjeblieft niet vallen. Wil je alsjeblieft gewoon voor je kijken en even normaal doen? Ja, weet je, op je 30ste vallen is het toch wel anders. Je breekt ze dan erin in je bok. Gastig. Ik heb iemand mij even gezien, hè? Ik weet niet of iemand jou heeft gezien, maar ik heb het wel gezien en het zag er heel grappig uit. Maar ik vond het wel zielig. Kijk, dat zeg maar wanneer iets grappig, grappig en zielig tegelijk is. Het zag er te grappig uit. Ja, omdat je gewoon heel lomp valt altijd. Jij valt altijd zo, zo, zo. Zeg maar, alles gaat alle kanten op. Jouw armen, jouw benen helemaal. Alle kanten op. Wat is er nou weer? Je tenen is uit je schoen. Die kleine tenen, allebei ook. Het lijkt op zo'n dik broertje die zeg maar zo bij wil horen, maar het lukt niet. Iedereen haat op mijn tenen. Een kleine dikke tenen, man. Guys, het was echt zo'n veel. Ik heb ook echt pijn in mijn hand. Zien jullie dit? Ik ben echt wel op mijn hand geflikkerd. Maar dat was echt zo'n veel. Gelukkig heb ik nog wel een paar mooie foto's. Daar ben ik niet voor niks hierheen gekomen. Net zoals mijn eten is bezorgd. En ik ga even mijn eigen eten fixen nu. Ik ben alweer thuis. Ik ga nu even een biefstukje halen. Want ik heb echt zoveel zin in biefstuk. Ik ga het even halen en dan ga ik het snel voorbereiden. Ik ben net thuis. Ik heb boodschappen gedaan. Ik reed dus net langs ons huis. Ons nieuwe huis, zeg maar. Ons toekomstig huis. En ik zag dat het dak al erop
was gezet. Oh my god. We hebben nu ook gewoon een dak. Het is gewoon echt gewoon bijna klaar. Echt niet te geloven hoe snel het opeens allemaal gaat. In het begin ging het echt zo slom. Je zag alleen maar grond. En ja, eigenlijk zag je helemaal niks. En nu zie je gewoon elke keer dat er gewoon echt vooruitgang komt. En nu zit er zelfs een dak op. I love it. Ik ga zo even net zien gelijk bellen. Ik ga vandaag een biefstuk maken. Ik ga jullie even laten zien wat ik voor boodschap heb gedaan. Er waren weer heel veel dingen in de actie. Dus dat heb ik ook allemaal meegepakt. Deze broek is een beetje te klein. Waardoor ik een beetje vetrolletjes hier krijg. Even kijken. Ik heb sla gekocht. Dit was in de actie. 2 euro korting gekregen. Ik heb er kruiden voor gekocht. Ik heb fruit gekocht. Keto. Drecht was in de aanbieding. 2 plus 1 gratis. Ja, ja, dat neem ik mee. Witte Reus was in de aanbieding. 2 plus 1 gratis. fruit voor Nessie. Oh, 2 plus 2 gratis, sorry. 2 Cola Zero. Ja, ja, ik zei dat ik ging stoppen. Gaat niet gebeuren. En ik heb voor mezelf vandaag, Nessie heeft al buiten gegeten, biefstukpuntjes gehaald. En als ik alleen thuis ben, dan hoef ik niet per se halen te eten. Want ik hoef dat niet. Ik ga even een andere outfit aandoen. En dan ga ik koken. Ik ga trouwens een biefstuk salade maken. Dat heb ik nog niet verteld. Vandaar dus sla. Maar ik moet even een beetje googlen voor meer inspo. Wat ik er allemaal in ga doen. Want ik heb geen idee. Ik moet weer naar de appie. Want ben wat vergeten te halen. Want ik heb alleen maar olijfolie thuis om mee te bakken. En ik vind dat biefstuk altijd mislukt als je het in olijfolie maakt. Dus ik ga even weer naar beneden. Soms vragen mensen mij ook mijn haar dus zo doen. Het is gewoon letterlijk een heel snelle knot in je haar doen. En dan komt het gewoon zo. Krullen krijg je dit effect gewoon wat makkelijker. Als je gewoon even een losse knot maakt, dan heb je gewoon dit kapsel. Kijk, dit moest ik hebben. Dat was een tip van Honey. Zij bakt altijd haar vlees in chroma. En ik heb dan deze versie gehad, mild met olijfolie. Maar zij heeft dus eigenlijk die normale, die gouden helemaal. Maar hier moet je dus je vlees in bakken. Oké, half uur later. Ik ga even deze wimpers even afhalen hoor. Oh, ik heb vandaag echt heel veel last van. Ik heb vandaag echt een vlekkenhoofd gewoon. Ik weet wel hoe dat komt hoor. Want ik heb vandaag een poeder gebruikt in plaats van een cream contour. En mijn huid reageert dat heel slecht op. Dus dan weet ik dat voor vandaag. Ik heb echt letterlijk een half uurtje voor me uitlopen staan. Omdat ik gewoon geen zin had om te koken. Oh, wat erg. Maar ik ga er toch mee starten. Ik ga starten met de salade. Voor de salade doen we het heel simpel. Sla. Rode kool. Tomaatjes en komkommer. Zo. Als dressing lekker balsamico. Olijfolie. Zout, peper en knoflook. Mijn salade is klaar. En mijn biefstuk ook. Die komt er even bij. En als laatst doe ik over de vlees sesamzaadjes. Dit is echt, echt by far mijn lievelingssalade. De asperges zijn trouwens gewoon uit bleek, omdat ik te lui was om te koken. Maar oh my god, biefstuk salade is echt mijn favoriet. En je ziet er echt altijd heel erg vol van. Zo. Daar gaan we. Ik ben echt zo benieuwd naar deze serie. Zo, ik heb letterlijk mijn bord helemaal opgegeten. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn biefstukrepen niet zo mals waren. Ik heb het heel lang niet gemaakt. Een tijdje met keten maakte ik wat vaker biefstuk. En die was dan ook echt perfect. Maar dat moet ik weer even opnieuw leren, denk ik.
Biefstuk maken is echt een van de moeilijkste dingen, vind ik. Dat is het koken. Maar goed, ik wou zeggen, ik heb net een stukje van Outlander gezien. En het valt me nu al. Mensen zeiden van, ja, je moet de eerste aflevering wel een beetje inkomen, bla bla bla. Ik vind hem nu al geweldig. Ik vind zeg maar de storyline gewoon echt gewoon... Ik kreeg trouwens echt heel veel vragen over deze sweater. Ik had hem laatst gepost via Instastory. En toen kreeg ik heel veel vragen erover. En ook dat, ze hem dus niet, dat jullie hem dus niet konden vinden op de website. Maar volgens mij moet hij dus echt heel snel online komen. Want dit is van de nieuwe collectie. I like it a lot. Ik heb heerlijk gedoucht. En zoals jullie zien heb ik voor het eerst in mijn leven mijn gezicht ook gewassen onder de douche. Dat doe ik echt nooit. Dat vind ik gewoon echt heel vervelend om onder de douche te doen. Meestal doe ik het dan daarna gewoon. En nu ga ik even mijn gezicht insmeren met deze olie van Rituals. Die heet Ritual of Namaste Glow. I love this one. Ik moet wel even mijn bril afdoen. Trouwens, ik kreeg de laatste vraag of ik mijn bril wel draag. Maar ik draag hem eigenlijk elke dag. Alleen ik film het dan meestal niet. Want meestal draag ik hem dus in de ochtend. En voor het slapen gaan. En als ik nu de camera in kijk, ik zie een wazige vlek. Zo goed kan ik dus zien. Even kijken. Oh, glowy. Glowy Mariama. Nee, dit is wel echt een aanrader. Ik ga nu even een theetje maken. En dan ga ik denk ik Outlander even verder kijken. Want het bevalt me echt. Ik hoop echt gewoon dat het een serie wordt. Waarin ik echt aan verslaafd raak gewoon. Dat ik gewoon echt letterlijk na mijn afspraak naar huis ren. Gewoon om de serie te kijken. Ja, ik hou er echt van. Dat heb ik echt heel lang niet gehad namelijk. Het is wel echt een look hoor jongens. Ik denk dat ik hierbij even de vlog ga afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doeg!